Vandaag hebben we sinds een hele lange tijd weer een video voor jullie getiteld In het zonnetje. En dat is iets waar we denk ik 2 jaar geleden ooit mee zijn begonnen. Een video waarin we nieuwe producten eigenlijk laten zien. En vandaag zijn we met z'n tweetjes. Ja, jippie, eindelijk met z'n tweetjes. Nou, laten we mee beginnen. Allereerst komen er natuurlijk veel kerstcollecties uit de laatste tijd. Merken komen speciale kerstedities. Maar het is ook gewoon najaar geworden en dan beginnen sowieso heel veel merken hun producten weer te vernieuwen en een nieuw jasje te steken. Ja. En we hebben vandaag verschillende merken. Overwegend budget. Ja, best wel, hè. Laten we maar eens beginnen met deze namelijk. Deze klapper van de Kruidvat. Die heeft rest namelijk erbij vissen. Ja, vis jij de rest erbij, inderdaad. Daar. Ja, die heeft een soort nieuwe douchelijn. Een body lotion, een body butter en een douche gel. In een hele aparte soort geur. Pink, grapefruit en lemon. En moet je kijken, deze douche gel, die is dus echt gewoon zo'n neonroze van kleur. En dit is ook een beetje licht roze. Ja, dit ruikt gewoon echt naar chemische grapefruit. Ja, als je echt houdt van een beetje een soort van zurige, frisse geur, maar met licht zoet. Ja. Dan is het, ik vind het meer zomer, eigenlijk iets voor de zomer, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik vind het echt een zomerproducten. Een zomer iets. Maar ik vind het wel heel leuk, want Kruidvat komt gewoon uit met van die heerlijk geurende body butters en douche gels. Een beetje alle de body shop, alleen dan wat goedkoper. Dat zou ik ook zeggen. De volgende is de OPI Mariah Carey collectie. En dat is de kerstcollectie van dit jaar. Die ligt sinds deze maand in de schappen. Er zitten 6 lakjes in. 6 full-size lakjes. En daarnaast zitten er nog een mini setje in. 2 keer een mini setje volgens mij. Ja, ik heb een met een nude kleur en eentje met zwart, wit en blauw. Dit is onder andere een hele gave flaky lak. Met, het lijken een soort diamantjes. Ja. En er zit dan een beetje een bruin taupekleurige nagellak in. Dit is rood met roze glitters. In my Santa suit. Dit en dit is, kijk hoor, mijn favoriete ornament. Dat is een gouden glitter en dit vinden wij ook een hele mooie. Heel cool. Hij is heel chic wit met heel veel gouden shimmertjes erin. Ja. En die heet Ski Slope Sweetie. Nou, en deze heet met die glitters I Snow You, You Love Me. Cute Little Vixen. En Warm Me Up. Nou, dat zijn hele leuke lakjes. Ik denk dat wij vooral deze leukst vinden en de flakies vinden die heel erg leuk. Die vind ik ook heel erg leuk. Dus dat zijn die. Oké, de volgende. Ja, Ethos komt ook uit met iets voor de kerstdagen. Namelijk, de eyeliner tattoos. Je kent ze wel, ze zijn al wat langer bekend. Van Essence geloof ik, hè? Ja, Essence kwam er ook mee. En het was ook een aantal andere merken nog wel. Maar ja, of dit wat is, we weten het niet. We kunnen het testen als jullie het leuk vinden. Duimpje omhoog misschien, als je dat wil. Ja, misschien vinden jullie het leuk om een video review hiervan te zien. Martine en Willemijn brengen de eyeliner tattoos van Ethos om. Ik weet het niet. Ja, zoiets. Verder komen ze met de body tattoos van Ethos. En Martine zei al terecht, doe je haar omhoog en plak ze in je nek en dan ben je net Rihanna. Gewoon lekker in je zo, van klein naar groot. En dan, ik vind ze grappig. Alleen ze zijn grijzig en niet zwart. Ja, ze zijn niet zwart. Een beetje alsof ze al jaren op je rug geplakt zijn. Ja. Dat is dan weer een beetje jammer. En als laatste brengen ze ook de Nail Caviar uit. En dit zijn zwarte pareltjes. Die vind ik eigenlijk wel heel cool. Ja, op zich wel heel tof. Het is een budget variant en met een mooi trechtertje erbij. Dus en je kan maar beter gewoon een budget variant nemen. Ja. Want ik bedoel, die dure maakt allemaal niks uit. Nee jongens, ze vallen gewoon van je nagels binnen no time. Al heb je die van Dior of van Ethos, dat maakt echt geen bal uit. Het valt gewoon van je naam. Valt het jou trouwens ook op dat de verpakking precies hetzelfde is als die MUA Beats? Ja, de MUA. Ik dacht echt exact hetzelfde. Echt denken, ja. Nog een nagelproduct van Kruidvat. Tegenwoordig is de High Shine Gel Look topcoat helemaal in op de nagels. Dat je gewoon een nagellak kan lakken. En dat je dan een gel look topcoat overheen doet. En dat het lijkt dat je dan echt van die gel lekkere hebt. In van die hoogglanzende dingen. Nou, Kruidvat sluit daarop aan met hun Highshine topcoat. En die vond ik ook wel even leuk om te laten zien. Dat die er dus nu ook bij Kruidvat is. Precies. En dan gaan we verder naar iets heel anders. Waar ik echt nostalgische herinneringen aan heb. De Max Factor Crème Puff Pressed Powder. Renaat, mijn zus, als je kijkt. Ja, ze kijkt sowieso. Ze kijkt sowieso. Vroeger, toen ik 11, 12 was, toen maakte zij me wel eens op. Vond ik altijd verschrikkelijk leuk. En nu bedenk ik me, jemig, wat donker. Ze hebben echt hele donkere poeders zijn dit. Als je een hele slechte huid hebt en je bent er een beetje onzeker over en je wil het echt totaal wegcamoufleren. Ja, deze Crème Puff Powders van Max Factor zijn verschrikkelijk dekkend. Ja, het is echt heel, als de meeste. Het is niet eens een foundation of zo, maar het is echt, heel. Als je foundation doet en dan dit er nog overheen. Die geur! En het ruikt naar zeep! Oma! Het ruikt echt naar groene zeep, gewoon net als vroeger nog steeds.
En het staat erbij sinds 1953, maar echt leuk. Ze hebben ook schijnt een translucent versie ervan. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want de poeders waren zelf altijd reetendekkend en heel erg goed. Maar goed, echt hilarisch dat dit echt terugkomt. Dus dat het gewoon ook in een nieuw verpakkingje is gezet. Ja, vroeger waren ze donkerblauw, voor de mensen die dit herinneren. Echt hilarisch. Oh. Nou, dan een nieuw merk wat online is te koop bij Albert.nl en waarschijnlijk ook bij de grotere filialen van Albert Heijn binnenkort. Albert.nl? Ja, dat stond op het persbericht. Ja, dat kan ik ook niet doen. Trickle Moon of Trackle Moon, we zijn er nog niet helemaal over uit. Trackle? Ik denk Trickle Moon. Het lijkt een beetje op Philosophy douchegels, vind ik. Ja. Daar doen ze me aan denken. En de geuren zijn bijzonder, vooral die Martina omhoog houdt, dat is Vanilla Moment. Dead Vanilla Moment. En die ruikt gewoon naar cakebeslag. Echt waar, jongens, geen grapje. Maar wel chemisch variant van cakebeslag dan. En dit is dan Her Mango Thoughts. En dit ruikt die een beetje citrus mango-achtig. Dit is mijn favoriet van de drie. Ja, deze ruikt naar mango inderdaad. Gewoon een mango sap of iets. Ja, echt lekker man. En dit is The Raspberry Kiss. En die ruikt inderdaad naar framboosjes. Die moet jij een lekker snoep van mee. Deze vind ik heel lekker. Ja, zijn gigantische flessen en ze kosten minder dan €5. Dus ik vond het wel een goede budgetvariant op de Philosophy flessen. Zeker, er zitten wel 500 ml in, dus het wordt echt lekker. Ook een nieuw douchegel. Heeft Knijp. Ja. In de, doe mij aan denken aan de Rituals douchegels, waar ik echt ontzettend dol op ben, omdat ze zo lekker zijn. Action heeft van die hele goedkope variant hier. Ja, waar je huid echt keur droog van wordt. sorry, dat is gewoon zo. Knijp heeft dan nu nog de geuren lavendel en dit was munt eucalyptus. Mint. ruikt lekker naar de sauna. Mag ik een beetje hierop zijn? Ik weet niet, zit je er wel mee hoor. Pas nou op. Op mijn bank. Nee. Ja. Laten we ruiken. Zo, apart. Wow. Heel apart. Heel mint. Dit ruikt inderdaad naar van die snoepjes. Maar ook een beetje naar de sauna hoor. Ja, sauna geur. Snoepjes en van die snoepjes. Sauna en snoepjes. Een beetje een crème foam. Ze zijn van die hele romige schuimpjes. Oh ja, wel lekkere substantie. Een soort van scheerschuim. Ja. Leuk voor de opslag. Lekker een frisse mint ook. Burn. En die dan, die andere. Dit is lavendel. Oh, daar spuit hier zo'n man ervan van. Even ruiken jongens. Oh ja, wel heel kalm. Zo, je wordt echt heel zen van. Dit is echt lavendel. Ja, en nu? Hè? Zit nu met mijn klauwen onder de val. Volgens mij waren we er ook doorheen. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was het zonnetje video met de nieuwe producten van najaar 2013. Laat ons weten. Ja, wat jouw producten zijn. Wat een cool einde. Is dat even helemaal overnieuw doen? Dat is verschrikkelijk. Oké. Jongens, dit was de In het Zonnetje. Zit een haar in. Dit was de In het Zonnetje video van november. We hopen dat je hem leuk vond. Dit was de... Oké, is goed. Nou, dit was de In het Zonnetje video. Laat maar, dit gaat helemaal niet goed meer. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!